Suriname gaat vaccins aan Jamaica schenken omdat ons land genoeg in voorraad heeft. Dit zei gezondheidsminister Amer Ramadine vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers. Deze kwestie is besproken tijdens de CARICOM-staatshoofdenontmoeting en het besluit is genomen door de autoriteiten. Wij zelf krijgen ook aanbiedingen vanuit bijvoorbeeld Trinidad, die heeft 45.000 AstraZeneca aangeboden. Dat hebben we moeten afwijzen. Het is binnen CARICOM besproken dat binnen de staatshoofdenvergadering dat indien landen elkaar willen helpen, dat we dat nu moeten doen. Zo is er bijvoorbeeld bekend dat wij, en dat is in overleg met de regering gebeurd, dat wij een dosis aantal van ons aan Jamaica gaan schenken. Dat is omdat zij daar ook vastlopen met hun aantal vaccins. Dus het voorbeeld wat ik hier wil aangeven is, wij hebben als een van de weinige landen in de regio 4 type vaccins hier in Suriname en in ruime voorraden. Om de hele samenleving, dus de rest die er nog is, te vaccineren. Andere landen, in Jamaica is er nauwelijks 7% gevaccineerd, landelijk. En dat geeft aan dat daar een grote vraag is naar vaccins. Ramadine zegt dat in het kader van de goede samenwerking op het gebied van volksgezondheid tussen de CARICOM-landen is besloten om de vaccins aan Jamaica te schenken. Hij benadrukt dat er voldoende vaccins zijn voor de Surinaamse gemeenschap. Je gaat het niet verspillen, maar je gaat een bezorgbeleid moeten ontwikkelen dat je reserve houdt voor jouw gemeenschap. Maar ook realistisch moet blijven en kijken naar die calculatie die je maakt op basis van je huidige dagcijfers hoe je je vaccineert. En de interventies die je pleegt om het te verhogen, of de inspanningen die je pleegt om het te verhogen, dat je toch wel daar rekening mee houdt. Maar dat je ook een beleid moet hebben van, we hebben ook gekregen onze eerste dosis uit een donatie van Barbados. Dus we moeten niet onwillend zijn om ook aan andere landen te geven die nu een hogere noodzaak hebben. De minister zegt dat de keuze om zich te laten vaccineren nog steeds een individueel besluit is. Er is voldoende informatie over de vaccins beschikbaar om te weten wat het belang is van inenten. Ramadine zegt dat hij zijn best blijft doen om mensen bewust te maken. Er zijn geen terreinen gekocht en mensen hebben geen nyang gemaakt. De geruchten dat er arealen zijn gekocht door het ministerie van LVV berusten niet op waarheid. Dit zei minister Parmenant Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman zegt dat er daadwerkelijk voorbereidingen werden getroffen om arealen te kopen, maar deze deal is uiteindelijk afgezegd. Ik heb ondertussen was die propagandamachine dusdanig op gang gekomen, alsof het leek van, ja, treinen zijn al gekocht, mensen hebben jang gemaakt, noem maar op. Maar niks is waar, het was nog een proces van voorbereiding. En mensen hebben de kans gehad om natuurlijk eerder erop te reageren, wat op zich niet slecht is. Maar uiteindelijk is besloten van luister om af te zien van het deal. En met staatsolie gaan we dan verder om te kijken van hoe wij die arealen die er nu toch braak bij liggen, makkelijk in cultuur kunnen brengen. Kijk, bij staatsolie heb je meer mogelijkheden. Staatsolie in totaal is meer dan 5000 hectare aan rijstareaal, wat er daar ligt, er is ontgonnen. Dus daar kun je meer dingen mee doen, afhankelijk van de onderhandelingen met staatsolie. Want kijk, natuurlijk, en je moet ook wel begrijpen, staatsolie heeft die treinen gekocht. Dus ze hebben onkosten gemaakt daar. En nu is het kwestie van onderhandelen en kijken waar we elkaar kunnen vinden. Maar het is een staatsbedrijf, dus je kunt onderling ook afspraken maken over de verrekening. Zeudin zegt dat hij geen problemen heeft met geruchten, omdat wij in een democratisch land leven. De 1300 hectare grond die zou worden gekocht, zou gebruikt worden voor zaaizaadproductie. Het voorstel is volgens de minister in de regeringsraad behandeld en met deskundigen besproken.
Nou, natuurlijk. En kijk, zo werkt de democratie eigenlijk. En als zaken naar buiten komen, dan reageren mensen vrijelijk erop. Wij moeten blij zijn dat dat ook kan in het tsunami van vandaag. Er was een voorstel, inderdaad, om een stuk terrein van 1330 hectare aan te kopen. En dat te bestemmen voor saaizaadproductie. En dit voorstel is toen behandeld in de regeringsraadsvergadering. En u heeft een van de missieves ook rond zien gaan via de media. Waarbij gevraagd werd van luister, ga praat met die mensen, onderhandel verder. Maar kijk ook naar andere mogelijkheden. Wat we ook gedaan hebben. We hebben 2 weken tijd hebben wij diverse gesprekken gevoerd. Met deskundigen, als mensen uit de private sector en ook met staatsolie. Seudin zegt dat er uiteindelijk overeen is gekomen om terreinen van staatsolie te gebruiken voor de zaaizaadproductie. Dit omdat de arealen al in cultuur zijn en de nodige infrastructuur al aanwezig is. Het voorstel van staatsolie bleek goedkoper te zijn, aldus de bewindsman.